Even nog terug naar de Rietveld, want uh, afgelopen voorjaar was er een student, Maria Laura van der Velde, die geen toestemming van de academie, academie kreeg voor een kunstproject, omdat andere studenten er een onveilig gevoel bij konden krijgen. En deze student die heeft een enorm uh, traumatische gebeurtenis meegemaakt, zij heeft een groepsverkrachting meegemaakt, dat speelt een belangrijke rol in haar werk. Ja. Maar het mag niet, zei haar docent op de academie, want onveilig voor anderen. Ik heb dit dus voorgedragen bij mijn designdocent. Hij heeft dus gezegd dat ik uh, niet verder moest gaan met dit topic of met dit onderwerp... ...omdat het niet goed is voor de sfeer uh, en de vibe en de energie op de academie, nog in het klaslokaal. Het is mijn persoonlijke ervaring, het is mijn persoonlijke fascinatie. Waarom moet ik mezelf tegen gaan houden omdat bepaalde mensen het niet aankunnen? Jullie hebben, Keet en uh, Stefan, jullie hebben haar geholpen. Ja, nou, ik niet van haar geholpen hebben. Maar ik heb gezegd: ik wil wel een portret van jou maken. in jouw strijd met die school. en jouw trauma en het kunstwerk wat je erover wil maken. Ik kan haar misschien niet helpen. Ik kan alleen maar een eerlijke film maken, denk ik. Maar aan haar hoor je dus heel. zij heeft eigen ideeën. en zij, gaat, zij komt tegen die muur aan. Ja. van dat wook. Een leraar, een docent zegt tegen haar: nee, het, het mag niet, want. Waarschijnlijk ga je onveiligheid ten opzichte van ja, andere studenten. En dat begint met de vervalsing van het woord veiligheid. Uh, dat is een, ook zo'n voorbeeld van uh, dat je een nieuwe betekenis geeft aan een bepaald begrip. En daarmee eigenlijk ook een vorm van emotionele chantage pleegt. Dus dat je zegt: uh, Dit is niet, ik voel me niet hier ongemakkelijk bij. Of ik, is, ik vind het hier eigenlijk een beetje ongezellig. Nee, ik ben onveilig. Ja. Uh, dus die, die, die hyperbol van de veiligheid die wordt, uh, die wordt uh, strategisch ingezet. Om, 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 om de situatie te manipuleren. Want niemand wil een ander in een onveilige situatie brengen. Nou ja, mensen schrikken bij het woord veiligheid. En mensen denken, ja, jeetje, dat betekent dat het dak elk moment kan instorten of iets dergelijks. Weet je wel? Dat, dat... Maar ik denk ook wel dat het ja. waar is dat veel kinderen die nu naar de Rietveld gaan, die komen van de grachtengordel. die hebben geen groepsverkrachting meegemaakt. En Maria is toevallig een meisje wat uit Rotterdam komt. uit een heel ander milieu. En die is wel met een loverboy in contact gekomen. En dus die, dat, dat ja. soort van volksverheffende effect van zo'n kunstacademie... dat er al die mensen naartoe komen, dat komt dan een soort clusterfuck terecht met al die snowflakes van de grachtengordel. Maar er zijn er gewoon meer van. Maar Stefan, ja. is het echt zo dat zij, um, dat die docent klachten kreeg of iets te, Of was het een, iets, een, een idee uit de docent zelf? Uh, wat is precies de vraag? Nou, ja, de vraag is, bedoel, zij kwam met dat idee. Ja. Ze had het idee al voor een deel uitgewerkt. En toen zei die docent: "Nee, dit gaan we niet doen, want dat kan onveilig zijn." Kwam dat uit hemzelf of had hij klachten gekregen van andere studenten die Alle, zich allebei. zogenaamd onveilig. Ik denk dat voeren. dat een beetje een clusterfuck is van al die elementen, maar de essentie is denk ik dat zo'n docent niet denkt wat interessant dat dit meisje die ervaring wil gaan sublimeren in kunst. Precies. Ja, maar die docent is bang, want die heeft geen vaste aanstelling. Vroeger hadden hoogleraren een vaste aanstelling en die staken hun middelvinger op naar alles wat ze niet zinden of zo. Weet je, die namen geen blad voor de mond. Dat was ook een beetje de Rol van de wetenschapper. Ja. En tegenwoordig zijn mensen op universiteiten en, en, en dat soort instituten voortdurend enorm over hun schouder aan het kijken, want uh, bang voor hun baan. Dat klopt. En, uh... ja? dat, een, dat, dat klopt helemaal wat Jan zegt. En er komt nog iets anders bij. Het is een middelmatige docent. Dus met de, met de tijd zijn er steeds meer middelmatige docenten bijgekomen. Een ervaring, um, want je hebt ook op de gezeten. Ik heb op de Rietveld gezeten. gezeten. Het is een soort effect dat er waren een paar goede docenten die niet uit studeerden, die zijn nu allemaal weg. En er komen allemaal flapdrollen die niks in de creatieve wereld zelf doen bij. Die alleen maar dat we ook ideaal herproduceren, maar eigenlijk niks voorstellen. Dus die man zou Maria ook helemaal niet kunnen helpen met het sublimeren van haar trauma naar kunst. Nee. Hij heeft namelijk geen flauw idee, hij heeft zelf nog nooit iets gemaakt. Ja, ja. Dus ja, wat moet hij anders dan haar dat, dat? Hij behoedde heeft... haar. Hij dacht, ik behoed dit meisje dat ze eigenlijk zichzelf op die, die manier kwetsbaar opstelt. Uh, ja. want, want, waar, want wat nu niet besproken is, is het kunstwerk zelf. Zij heeft een film gemaakt door, door wat ze heeft meegemaakt heeft ze fascinatie. Ge... Ze moest een sorry, ik zeg het heel warrig. Ze moest iets maken over wat haar fascineert. Door haar trauma heeft ze een fascinatie voor uh, gewelddadige porno. Dus zij heeft een edit gemaakt van vrouwen die verschrikkelijke dingen overkomen tijdens porno. En dat intercut met uh, daadwerkelijk video, Daadwerkelijk geweld tegen vrouwen. Dus video's daarvan. En dus het is een hele heftige video die ze heeft gemaakt. Dus maar ze dat... heeft een opdracht gekregen: maak iets met je fascinatie. En toen kwam het uit. Ja, ja. ja. dus, dus ze is eerlijk geweest daarover. Dat is natuurlijk al een soort gekke stap die zij dan maakt. Uh, en, en die docent die denkt dan: Oh, zij moet hier niet verder in graven. Want dit is negatief. Het is ook niet fijn voor haar. Ja. Dus het is pedagogisch ja, bedoeld. Ja, als, 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 als we dat soort. De hele performancekunst, uh, hoe heet ze ook weer? Marina Bramovic. Marina Bramovic, die, die gaat over, over zelfvermink, zelf, zelf, noem je dat zelfharm, zelfbeschadiging enzovoort. Die gaat hierover. Als, dat, als die docenten 30, 40 jaar geleden de toon hadden gezet, dan was die hele kunstvorm nooit ontwikkeld. Dus in die zin is het. En dat, dat is een bijkomend probleem dat. Um, de student van vandaag is een andere dan uh, 30 jaar geleden. En ik heb wel eens het idee dat studenten tegenwoordig... Als, dat die eigenlijk nog veel langer kind blijven dan, dan vroeger. En dat ze heel erg... Uh, en dat, die, dat de universiteiten en de hogere beroepsopleidingen... daar ook op keten aan, aan tegemoetkomen... door uh, een, een veel meer een soort pedagogische, afschermende, sussende... Uh, Schools ja, ja, dus, te creëren. In de, plaats van dat ze mensen robuust maken. Ja. Omdat ze straks de grote wijde wereld in ja, moeten. Ja, dus Snowflakes, dat is een ja. self-fulfilling prophecy eigenlijk. Ja. Ik wil even Koen de Jong. Koen, als, je, als het gaat om veiligheid van studenten. Veiligheid van Snowflakes, om eens even zo te zeggen. Waar gaat het volgens jou de, de woke-beweging echt om? Wat is de, de, het onderliggende doel van die woke-activisten? Ja, kijk, wat je zegt. Veiligheid is inderdaad in iets wat in, waar enorm veel nadruk op wordt gelegd. Hè, in, in, in dat wog gebeuren. Overigens ook in de hele maatschappij. We hebben een risico-uitsluitmaatschappij langzamerhand. Dat met al zijn bijverschijnselen. Maar waar het bij wok met name volgens mij om gaat, is macht. En niet zozeer onveiligheid. Kijk, men zegt altijd: Ik voel mij onveilig hè, in die woke -dingen. Men zegt: Ja, ik, ik wens niet geconfronteerd te worden met met de ideeën. Niet geconfronteerd te worden met, uh, met, met bijvoorbeeld een uitsluiting. Maar men, men zegt niet dat het hen zelf ook om macht gaat. Namelijk het omdraaien van de machtsverhouding. Hè. Ik bedoel, we hadden het eerder over. Uh, Jan haalde Marxisme aan in het verleden. Zo. Nou, wokies denken in de term van dat er een hele power structure is die zij willen afbreken. Maar die willen ze afbreken ten verveur van zichzelf, zodat. Uh, jij, Roderick, bijvoorbeeld. bepaalde dingen moet doen. Die. en die moet je dan doen, omdat zij zeggen: ja, als jij dat niet doet, Roderick. dan kwets jij ons en dan onderdruk jij ons. Dus uiteindelijk gaat het, denk ik, om macht. Nee, maar als je je onveilig voelt. dat komt toch ook vaak door omdat je geen macht hebt. Dus dat is. Zeker. Ja. 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 Het is ook net ja. zoals met. Uh, wij hadden vroeger twee katjes. en er is een kritische leeftijdsfase. Uh, dat zij kunnen leren hoe ze een uh, dier, een rat, bijvoorbeeld. doodmaken. Uh, dat ze de. De kras leren, en ik denk dat het geldt, geldt ook gewoon ook voor mensen. Er is een kritisch moment waarop je die mensen, waarop je mensen kennis kunt meegeven of vaardigheden. Dat is zo tussen je 18e en je 25e, dan daarna gaat het moeilijk worden. Als je dan in, in, die, in die tijd niets hebt geleerd, dan wordt het moeilijk om nog iets te leren, denk ik. En uh, die kritische fase, uh, ik denk dat dat jij dat Jan dat net juist zei, dat op dat moment beginnen die instituten nu juist te cateren aan dat. Uh, aan, het, aan, het, aan het kind zijn van kinderen, van studenten. Ja. En uh, daarmee creëer je dus een hele massa aan jonge mensen... die op een gegeven moment ook niet meer zo jong zijn... maar die extreem gefrustreerd zijn, die nooit een rat kunnen slachten... zichzelf kunnen voeden, uh, iets, iets kunnen worden. En dat leger aan mensen is... is, is, is uh, Wordt word eigenlijk, eigenlijk alleen maar het topje van de, topje van de ijsberg. Weet je? Want zij, zijn, zij, zij maken lawaai, maar ze hebben geen macht. Maar ze kunnen wel uh, uh, een soort zijn van een nieuwe wereld zij Ze kunnen op die manier worden ingezet door mensen die al macht hebben. Ja, een nieuwe wereld die er waarschijnlijk nooit gaat komen. En nou, in, in andere vormen welkomt. Want dat is natuurlijk. Dat, ik, daar dat zie je een met verband tussen met Tussen COVID en woke. Is dat, uh, dat inderdaad. Uh, dat, dat, die, die beweging naar dat mensen geen pijn mogen voelen, mm -hmm. geen, dat er geen risico mag zijn ja. op sterven, al die dingen. Het, krijgt, het ziet er anders uit. Het lijkt neutraal, want het gaat om een objectief virus. Maar het is, het is, uh, mensen zijn daardoor, daarvoor uh, gereed gemaakt, doordat ze al gewend zijn ge geraakt aan die uh, beschuldigingen en ja. hoe je daarop moet hoort te reageren. Ja.